rijdt rechtdoor, paaltje, hier zo, oh. Hoppa, lekker pik! Oh, oh shit! Snelweg vrij. Oh! Hebt hij een beroerte of zo? Hallo mensen, leuk dat ik aan naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5, LSP Duval. En morgen en vandaag ga ik op pad met de Touran 2016. Gewoon wel lekkere noodhulp dienst. Mooi weertje, lekker warm buiten. In het echt is het ook lekker warm. Daarom staat de airco aan. Sorry als je die hoort. Vergeef mij. Het is namelijk 26 graden in mijn kamer. Geef mijn airco aan. En hij doet zijn mokers de best om hem op 15 graden te krijgen. Of ja, dat heb ik ingesteld. Maar dat lukt hem niet. Verdomme. Ja, wij korte mouwtjes. Wel steekvers natuurlijk bij toe verplicht. Noodhulpmeldingen, 1 en 2 meldingen komen dus binnen. Of 0900 8844. Ja, ja. Eens kijken wat voor spannend wij allemaal gaan meemaken vandaag. Gestolen voertuig gespot. Ik vermoed deze vrachtwagen. Hoi, even uitstappen maat. Oh, dat gaan we niet doen hè. Au. Niet schelden, mag niet. Kom hier, stomme vrachtwagen. Waarom is dat ding sneller dan ik? En dat dacht ik toch. Meldkamer achtervolging, een vrachtwaggel. Aan de kant. Ai, dat gaat pijn doen. Uit. Misschien heb ik hem. Nee. Oeh, dat zijn collega's. Ga aan de kant, wat hebben jullie voor een melding dan? Rijd rechtdoor, paaltje, hier zo, oh. Let op met het paaltje. Je stopt wel voor de vrachtwagen, niet voor de politie. Oh, een pannenkoek, joh. Hij reed gewoon door deze auto's heen, zag je dat? Dat wil ik ook kunnen. Oeh, dat ding is snel, joh. Gewoon alles maar rechtdoor joh. Zo. Uiteindelijk kom je een boom tegen, ik wil net zeggen. Uitstappen vriend, als je nu uitstapt, ik schiet je kapot. Zo. Badass met één hand, je bent aangehouden, maar niet onverplicht. Je gaat op je op de grond liggen. Niet op je grond. Op je knieën zeggen, maar je kunt beter gewoon laten liggen. Dus zee helemaal aan, een rijtransportje deze kant op voor de verdachte en een takelwagen voor de vrachtwagen en ik wil zien hoe die wordt afgesleept. Door een ding wat kleiner is dan die vrachtwagen. Gekke G-klasse. Dus jij gaat dat ding tillen. Wajo, daar kan... Oh nee, je staat... Nee, ik kan gewoon. We gaan door. Een voertuig met... Oh, oh.
Yes, we gaan een kijkje nemen hoor. Voertuig staat daar met pech langs de weg. Blijkbaar. Gaan we eens kijken of we daar iets kunnen betekenen. Oh. Piep. Laat even een knopje zoeken om een stuur. Duurt me te lang dit allemaal. En mijn knipperlicht hebben we nog niet aan gedacht vandaag. Maar nu is wit ook niet zo opvallend. Lekker bezig. Hoppa. Tik het verkeer in. Ja, tuurlijk joh. Officieel moet nu de brandweer bijroepen. Maar wij kunnen dat zelf. Als hij niet in de fik staat. Ik ga eens kijken. Oh, die gaat zo open. Nou, dat ziet er niet goed uit hoor. Maar ziet er niet goed. Au, het is warm jongen. Nou, weet je wat, rij maar verder. Ik heb hem gefixt, jongen. Alsjeblieft, 5 euro. Of niet? I forgot to change my name. Even kentekencheck voordat het een gestolen voertuig is en hij even ermee vandoor gaat. Ik ga het volgende kenteken voor je aantrekken. 2 kilo Yankee. Nou, nah, niks met voertuig aan de hand toch. No. Wij gaan door. Krijg meteen een melding. Restraining order violation. Nope. Ja. Iemand heeft een contactverbod tegen iemand anders opgesteld of aangevraagd, heeft dat ook gekregen. Nou, en die persoon die dat heeft aangevraagd, zeg maar, die ziet hem nu lopen. En terecht dat je dood bent. Die ziet hem nu lopen. Dus ja, wij gaan die kan even opkijken of we die persoon daarna kunnen aantreffen, aanhouden. Recht voor ons staat al iemand. De route gaat echter naar rechts. Dus waarschijnlijk dat de verdachte daar links loopt, kan ik niet bevestigen, maar we moeten eerst het slachtoffer zijn of haar verhaal aanhoren. Ja, ga dan staan joh, pannenkoek, hé. Want als we nu snel gewoon naar naartoe, deurtje dicht voordat iemand onze toeran had. Hoppa. Ah. Ah. Ik ben net te oud voor man. Kijk, ja, nu gaat hij schreeuwen, help, help! Ja, ik ben er al, rustig. Hoi! Help! Ja. Please, ja. Officer! Ja. Listen, there's this guy, I have a restraining order against him. He was literally just here, I just saw him. Listen, you need to get him out of here. Please, can you help me? Yo, oké, ciao, hoi hoi. Ik zag de verdachte namelijk lopen, en dat is een vrouw. Athletic, ja, ze had duidelijk ze had duidelijk tenniskleding of zo aan, of golf. Oh. Links vrij, ja, nu is ze weg, hè. Daar zo. Hoi, even staan blijven. Vriend, ik wil toch voorin stappen, hè? Dat is in mijn auto. Godverdomme, kuttoeter. Oké. Ben je zo, goeiedag, even staan blijven, hè? Zo, ga naar die zien. Reden van staande houding is te negeren van een contactverbod. We hebben deze aangehouden, we namelijk nog gezocht.
Komt er nog eens bij. Ik ben niet te onverplicht, even recht op een advocaat. Wil hij daar gebruik van maken, kan dat. Kunnen die daar niet geen gebruik van maken in verband met geldtekort of zo, krijgt iedereen toegewezen van het Openbaar Ministerie. Meldcamera en transportje deze kant op eenmaal aanhouding. Situatie onder controle. Dat is verhoord. Wij kunnen weer op status 1. Don't be a dick, just get in the car. Nee, get niet in de car. Het is mijn car. Jij mag niet meerijden. Ik heb trouwens nieuwe uniformen geïnstalleerd. Alleen je ziet ze bij de politie. De politie, niet bij mij, maar bij de politie zeg maar als je collega's oproept. En bij de ambu. Collega's willen met spoed er langs dan. Oh. Nou, dat soort meldingen negeer ik altijd, want dan zetten we ze klem samen en dan beginnen ze keihard te schieten, de agenten. Dus dat skippen we even. Fijn. Oké, we hebben een melding. Er zou een vrachtwagen zijn gespot. Kut. Sorry. Een vrachtwagen zijn gespot. En er zou wat rare activiteiten in worden vernomen. Namelijk achterin zouden waarschijnlijk wel mensen zich bevinden. Dat is niet echt normaal bij een vrachtwagen. Gezien de hitte van of de temperaturen van 30 graden buiten. Is misschien wel 45 graden in zo'n vrachtwagen. Of het is een koelcel en dan zijn ze nu leven aan bevriezen. Oh, wacht even nou, wacht even nou. Ja, dan zijn we weer. Oh ja, dan rijden we maar zo om. Stop voor Sedan. Oeh, die gaat er vandoor. Dat is niet goed. Daar zitten mensen in. Dat kan me graag een heli. En een netjes erbij. Ambulance kun je skippen. Hoppa, lekker pik. Oh, oh shit. Ja, die mensen zijn dood achterin. Uitstappen, staan. Zul je dadelijk zien, hè? Op het moment rij achteruit. Op het moment dat we die truck aan de kant hebben, dat iedereen eruit stapt en begint te rennen, en dan heb je nog een voet achtervolging van 50 man. Ja, we vliegen hier. Stoppen. Oh shit. Oeh. Ja, mijn stuur is een beetje kapot. En daarmee bedoel ik, als je één keer per ongeluk al tapt, dan draait hij niet meer terug. Dus nu zit ik met een stuur die niet terugdraait en heel stroef stuurt. Dat is moeilijk. Ja, hier kom je niet meer verder, maat. Uitstappen nu. Kom. Kom. Uitstappen. Hup. Aangehouden. Zie je, daar gaan ze. Shit. Jij gaat op knieën. Oh, oké. Hij is knock-out. Staan blijven iedereen. Staan blijven. Wow, je bent er nooit geweest. Godnonders, je staan blijven. En jij ook. Kom. Wagentje. Shit. Ik ben aangehouden. Ik bind je nu fictief vast aan dit hek. Dus ik heb haar met één handboei aan het hek vastgemaakt en met de andere als ze eentjes erbij achtervolgend te voet. En met de andere heb ik aan haar hand. Staan blijven. Waar ligt die man nou weer? Is die ook weg? Ook jij, ik ben aangehouden. Knieën zitten.
alvast een transportje voor deze twee dames. Eén collega vraagt om uw assistentie. Wim gaat nog dood, man. En deze hit te rennen. Wie doet dat nou? Hoor hem eigen hier. Oh, die Zulu hangt... Oh! Staan. Blijven. Helemaal klaar met deze vrouwen, hè? Irritante wijven. Kom hier, ben aangehouden. Zo. Nou, melding afgerond. Ik ga terug naar de truck. Zie jullie zo. Komen niet meer uit dit gebied, joh. We hebben een melding. Prio 1. Ambulance vraagt onze assistentie. Die moeten met spoed naar het ziekenhuis. En daarbij willen ze politieassistentie. Nu hoor ik alle kindertjes en mensen al zeggen... Ja, maar dat moet de VP toch doen? En mijn reactie is... Ja, maar dat kan de noodhulp toch ook doen? Heb je je antwoord? Kan de noodhulp toch ook doen? Politieauto is een politieauto, hè? 100... Oh god, 109 en de 1201 zijn gekoppeld. Wagentje, vriend. Blond en een vrouw, kan niet anders dat dan misgaat. We zijn vertrokken samen met de ambu richting het ziekenhuis. Voor een, ja. Hey, vriend, heb je haast of zo? Rechtshouden, rechtshouden. Snelweg vrij. Ja, inderdaad. Normaal een Audi, een Volvo, een motor. Maar die hebben we even niet. Die was niet beschikbaar. Het is een mokertje druk, zoals je ook ziet. Ik kom nu niet eens uit mijn eigen gebied. Laat staan dat ik de binnenstad meldingen zou pakken. Dus ja. Dat. Vandaar dat ze mij even vroegen over een Touran. De ambu wilde begeleiden. Moet je wel middelste baan rijden, maat. Even, ja, ja, maak je keuze, maak je keuze. Waar gaan we heen, waar gaan we heen? Moet hierheen? Nee, ik volg jou wel anders. Ja, nu denk je van, what the fuck? Ja, nu snapt hij niet meer, hè? Rechtsop. Daarop. Wat een Peter Pannenkoek, joh. Oh! Hebt hij een beroerte of zo? Dat gaat niet goed. Volg mij. Ben je wel helemaal wakker? Heel anders ben ik kapot, man, pannenkoek. Ik ga gewoon naar links duwen, hoor. Rem af. Rem af. En naar links draai. Meld kamer, we geven het op. Deze ambu is zo eigenwijs als wat. Hij wil niet luisteren. Dan moet je maar voelen. Die kan op. Hij denkt, hun willen niet luisteren, moeten hun maar voelen. Ja, stop je.
Of ga je wachten op mij? Hij wacht gewoon op mij, dat is aardig, maar goed. Losing sight of you, slow down. Je luistert niet. Kom hierheen dan. Ja, weet je wat, X. Fuck you. Echt waar. Zo mensen, daar zijn we weer. En niet meer in dienst. Of ja, niet meer in dienst. Ja, nee. Niet meer in dienst, zo simpel is het. Ik ga de video afsluiten. Ik crashte namelijk vlak nadat we die ambu even helemaal hadden uitgescholden. Buiten beeld. Maar goed. Ja, die ambu er helemaal door. Dus ik heb gezegd van, weet je wat, fuck you. Ik stopte mij. Ik ga mijn eigen weg. En toen crashte ik. Toen dacht ik van, ik ga nou even lekker door. Toen ging ik toch eens kijken van hoe lang ben ik nou weer bezig. Dat is toch wel 25 minuten. En denk van, ik kan nog wel 10 minuten doorgaan en dan weer een video van 35 minuten moeten editen. Of ik ga ermee stoppen en ik ga alvast door met een nieuwe video. En dan ben ik toch alweer, heb ik alweer 10 minuten aan een andere video uitgegeven. In plaats van 10 minuten langer doorgaan met een oude video. Dus ja, ja, dat was het. Ik zie er graag over 2 dagen bij een nieuwe video, zoals altijd. En dat is geloof ik, als ik het goed heb, reddingsbrigade. Dus weer een nieuwe video met reddingsbrigade. Is het dat niet, dan laat je verrassen wat het wel is. Hou morgen mijn Instagram in de gaten, want altijd de dag van tevoren, dus oftewel morgen, laat ik weten wat de volgende dag online komt. Tot dan, doei!